Goeiedag dames en heren, ik ben van Karentjoep en ik ga jullie alles uitleggen over katten en insecten vangen en zo. Houdt uw kat daar ook van om te spelen met insecten? En misschien zelfs eten ze ze van tijd tot tijd? Katten zijn natuurlijke jagers en die houden van prooien te houden. Evolutie heeft katten voorzien van een acuut gehoor en een visie, dat vastzit om beweging te detecteren. Het kleinste insect kunnen ze van ver af horen. En dat maakt ze nog nieuwsgierig om te gaan jagen. Zelfs de geringste aanblik of geluid dat de aanwezigheid van een prooi aangeeft, kan een kat in de jaagmodus laten springen. Dit is de reden waarom insecten zo leuk zijn om mee te spelen. Veel gewone insecten zijn ongevaarlijk voor katten, maar sommige kunnen giftig zijn of verwondingen veroorzaken. Sommige insecten zijn gevaarlijker dan andere. Zelfs niet giftige insecten kunnen braken en andere problemen veroorzaken als ze te veel worden geconsumeerd. Anderen hebben niet toxische steken of bittere smaken, die ervoor kunnen zorgen dat de kat kwelt, braakt of pijn ervaart. In veel gevallen zijn pesticiden dat die gebruikt worden om insectenproblemen te bestrijden schadelijker dan het insect zelf. Als je dus chemicaliën gebruikt voor bestrijding, voor ongedierte, zorg dan dat ze veilig zijn voor je huisdier. Neem als liefhebbende katteneigenaar de tijd om jezelf te informeren over de risico's van de verschillende insecten. Als je dan ziet dat de kat alles of een deel van het insect heeft opgegeten, dan weet je ook hoe je ermee moet omgaan. Maar natuurlijk moet je bij twijfel even contact opnemen met de dierenarts, die kan je hier verder in begeleiden. Neem nou bijvoorbeeld de enge spinnen die de meeste mensen griezelig vinden. De meeste spinnen, vooral de kleine spinnen, zijn over het algemeen onschadelijk voor katten. Elke giftige spin die mensen kunnen schaden, is ook namelijk schadelijk voor je kat. Omdat je kat veel kleiner is dan jij, kan het gif van een spinnenbeet meer schade aanrichten dan het bij jou zou kunnen. De meest voorkomen giftige spinnen om op te letten zijn de Black Widow en andere Widow, Zandloperspijder, Brown Reckless, Whitetail en Hobo spijders. Giftige spinnenbeten kunnen ernstige ziektes of zelfs de dood veroorzaken. Sommige beten veroorzaken gelokaliseerde reacties die in grote wonden veranderen. Andere, zoals bij de Black Widow, veroorzaken verlammingen, dronken lopen en ademhalingsproblemen. Als je vermoedt dat je kat is gebeten door een giftige spin, ga dan direct naar de dierenarts. Als uw kat een spin inneemt, is het onwaarschijnlijk dat het gif het probleem is, omdat de maagzuren het gif tegenwerken. U moet uw kat dan ook nog een dag of twee goed in de gaten houden, voor het geval er verdere ziektes voordoen. Maar dat zijn natuurlijk niet de enige beestjes, dan heb je altijd nog de wespen, de bijen en andere vliegers. Vliegende, zoemende insecten zijn namelijk erg verleidelijk voor de speelse kat. Hun steken kunnen namelijk wel erg pijnlijk zijn. Net als bij mensen is het mogelijk dat een kat een allergische reactie geeft op een angel die in hem zit, hoewel dit niet vaak voorkomt. Het is waarschijnlijker dat de kat zal likken op de plek waar hij was gestoken en het gebied verder zal irriteren. Als uw kat wordt gestoken door een bij, kan uw dierenarts u adviseren om diphenhydramine, een antihistamine, te geven. Het is een goed idee om dit bij de hand te houden, maar geef het niet tenzij het wordt geadviseerd door de dierenarts. Als uw kat een sterke reactie op de angel ervaart, is het het beste om onmiddellijk naar de dierenarts te gaan. En dus actie te ondernemen. Als je probeert motten uit de buurt te houden, kun je het beste zeder gebruiken. Mottenballen zijn giftig voor katten. Het eten van slechts één mottenbal kan toxiciteit veroorzaken. Dat komt omdat mottenballen in feite gewoon een vast geconcentreerd bestrijdingsmiddel zijn. Tekenen van toxiciteit voor mottenballen zijn onder andere meer braken, rusteloosheid, zwakte, ademhalingsproblemen, trillen en epileptische aanvallen. Natuurlijk zijn vliegende insecten niet alles. Je hebt ook kruipende insecten, zoals de kleine duizendhuispoot. Die zijn over het algemeen onschadelijk voor katten. U bent misschien blij dat uw kat uw huis vrijmaakt van deze griezelige beestjes. Maar het heeft zelfs zijn voor- en nadelen. Duizendpoten hebben echter een gif en kunnen bijten om hun prooi te vangen. Grotere duizendpoten kunnen misschien in staat zijn om uw kat te gaan bijten. Dit kan leiden tot een plaatselijke reactie of tot ernstige problemen zoals koorts en zwakte. Als u vermoedt dat uw kat is gebeten door een duizendpoot, moeten we het gebied van dichtbij bekijken.
U moet mogelijk naar de dierenarts als uw kat een teken van ziekte vertoont. Dan heb je natuurlijk deze gevaarlijke prikkers en bijters gehad, maar natuurlijk zijn er ook mieren. Mieren zijn vrijwel onschadelijk voor katten. Alhoewel grote mieren uw kat kunnen bijten. Maar deze mieren veroorzaken geen schade. Daarentegen zijn vuurmieren wel schadelijk voor katten. Vuurmieren, hun beten zijn pijnlijk en kunnen zelfs allergische reactie veroorzaken. Waarvan de ergste tot anafylactie kan leiden. Als uw kat is gebeten door vuurmieren is het beste om een huisarts op te zoeken in het geval voor dat. Merk op dat chemische moordenaars aanzienlijk gezondheidsrisico kunnen vormen voor katten. Het vergif kan leiden tot ernstige problemen voor katten. De meeste kakkerlakken, kevers, sprinkhanen en krekels zijn meestal niet giftig voor katten. Het innemen van hun exoskeletten kan echter irritatie in de mond en andere problemen veroorzaken. Vlooien komen vaker voor bij katten dan je denkt en kunnen jeuk en zelfs bloedarmoede veroorzaken. Katten nemen vaak vlooien op tijdens het verzorgen, wat een lintworminfectie kan veroorzaken. Maandelijkse vlooienbestrijdingsproducten zijn belangrijk voor deze problemen te voorkomen. Vlooien en teken en deze problemen komen eerder voor bij katten die buiten komen. Maar elke kat kan een teek krijgen. Het gevaar van een teek is het feit dat ze factoren zijn van ziekte. Door teken overgedragen ziekte kan een groot aantal problemen bij katten veroorzaken. Als je een teken hebt aangetroffen op je kat is het beste om een bloedonderzoek te laten doen bij de dierenarts. Hieruit zal wijzen of de teek ziektes heeft overgedragen. Mocht je nou een teken aantreffen bij je kat, laat dan direct een bloedonderzoek doen bij de dierenarts. Eventueel een arts raadplegen is ook geen fout iets. Teken komen vaker voor je dan je denkt. En die geven de ziektes met zich mee. Dit moeten we controleren bij de dierenarts door bloedonderzoek te doen. En een consult. Als je goed voor je dier zorgt, kan hij enkele oude jaartallen bereiken. Bijvoorbeeld 20, 25 jaar. Maar dit zijn pure uitzonderingen. Hoe goed je ook voor je kat zorgt, teken en ziektes blijven om de loer. Puur gewoon omdat ze puur willen jagen. Zoals in deze video ook wel bleek, zijn er genoeg gevaren die insecten met zich meebrengen. Terwijl de kat lekker aan het spelen is. Als u dus een teek op de kat ziet, maak dan een afspraak met de kat voor het behandelingsplan. Praat met uw dier. Het is dus allemaal wel heel schattig en heel speels om een beestje zo te zien spelen met de natuur. Maar eigenlijk kan het ook ontzettend veel schades met zich meebrengen, zoals deze libelle waar die mee speelt. Deze libelle is de grootste die tot nu toe heb gevangen. Meestal pakt die kleintjes, maar dit keer is de grote. Deze libelle heeft zeker 10 centimeter omvang, zowel spanwijdte van de vleugels als lichaamslengte. Hoe groter het insect is, hoe groter het gevaar is dat het insect de kat prikt. Met de gevolgen van dien. Wij zelf vinden het jagen heel interessant om te zien in het spelen, maar het brengt wel een schade in het biologisch evenwicht van de natuur. Katten zijn namelijk van de fanatieke jagers en vangen echt alles wat in en voorbij komt. Dit was dan mijn huiskat en insecten eten. Dank u wel dames en heren voor het bekijken van mijn video. Vind je het een leuke video? Even duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. Vergeet daarbij niet rechtsonder in beeld op het belletje te drukken. Zodat je up-to-date blijft van mijn nieuwste video's. Dan missen een hele fijne dag nog. Adios amigos.